Hallo iedereen, mijn naam is Willem en welkom bij LRDX Cars. Zoals jullie kunnen zien is vandaag weer een mooie zonnige dag hier in België. En achter mij staat de BMW X5, de laatste nieuwe X5, de E45 Hybrid. Het zwaarste model van BMW X5. En we zullen er vandaag eens een kleine testrit mee gaan doen. Ook de wagen een beetje meer in detail laten zien. Een paar van de leuke features aan jullie delen. En natuurlijk de testrit doen. Beetje uittesten deze wagen. Misschien ook eens offroad nemen, misschien zelfs. Ook de sportstand eens uitproberen. En van alle leuke details laten zien. Kijk mee! Zullen we dan aan de buitenkant beginnen van deze BMW X5 M. De laatste nieuwe generatie van 2021, de E45 Hybrid. Zoals jullie zien is deze een mooie carbon black buitenkleur. Carbon zwart noemen ze het bij BMW. Volledig mooie metallic zwarte kleur. En dan om de zwarte kleur natuurlijk te complementeren, heeft deze eigenaar ook nog voor het volledige black pack gekozen. Zoals we zien, de volledige zwarte grill, die momenteel ook dicht is, die natuurlijk ook kan opengaan, afhankelijk van de motor of die warm is. Dus alle extra lucht inlaten mooi zwart gemaakt. Ook de toffe velgen design. Dit zijn ook de M-velgen natuurlijk, net zoals de rest van de wagen. Heeft deze wagen volledig M-pakket. Mooie M-velgen, die normaal ook two-tone zijn. De eigenaar heeft ze volledig mat zwart laten maken, heel cool. Dan zien we ook nog de blauwe M-Sport remklauwen. Toch wel handig is, want deze wagen heeft een 6-cilinder inlijnmotor, een 3 liter 6-cilinder inlijn, die een 290 pk genereert. En dan natuurlijk, omdat de hybride is, heeft het ook nog een batterij die zelf ook nog eens 113 pk genereert en 100 koppel extra. Dus brengt het op een totaal van 400 pk deze wagen en 550 koppel. Dus wel een echt sportief gerichte wagen ook. Daarom dat we hem natuurlijk ook op het kanaal terugzien. Dacht, we hoeven niet altijd sportwagens te zijn. Ik denk dat hij ook wel een droomwagen kan zijn voor veel mensen. Dat is natuurlijk ook niet de meest standaard, de meest simpele wagen. Dan zullen we verder gaan. Deze kant zit natuurlijk de poort voor in te pluggen. Een mooie M-aanduiding op. Zoek ook nog een extra luchtrooster om de warme lucht te laten weggaan. Net zoals van voor aan de zijkant ook extra luchtroosters zijn. Dan natuurlijk van onder de luchtroosters. En deze, zoals ik zie, die gaan open voor de lucht naar de radiator te laten toegaan. Dan zien we ook op de voorbumper een klein cameraatje staan. De wagen heeft natuurlijk het 360 graden camera view. Dus een volledig zicht langs de buitenkant van de wagen. Wat heel handig is. Ook heeft deze de mooie zwarte dakreling. Ook de privacybeglazing. Ook de volledig panorames, glazen dak. Als je er in zit, zou het wel eens open doen. Ik vind het een heel coole wagen. En dan, als we van achter komen, zien we de X5 en ook de X-Drive aanduiding, die natuurlijk voor 4-wheel drive staat. Dan de 45e, de tweede generatie van hybride BMW X5. De vorige generatie had zelfs nog maar de 4-cilinder. Dus ik denk dat de BMW-fans zal wel blij zijn dat deze 6-cilinder lijn, die toch al jaren bij BMW gebruikt wordt, terugkomt in deze X5. Het heeft natuurlijk een heel mooi geluidje. Dan zien we ook de speciale M-Sport uitlaten. Langs beide kanten een mooie Sport uitlaat, ook volledig zwart gemaakt, om de rest van de wagen te passen. Dan
zal ik jullie ook eens de kofferruimte laten zien. En dan zal ik er de speciale BMW M-sleutel bij nemen. Deze kan je op de zijkant opzetten. Ik wil een speciale sleutel van BMW. Ik zal eens de kofferruimte open doen. Ten eerste wagen openen. Zo ja. Dan de kofferruimte openen. Die automatisch gaat. Heel handig. Ook het onderste deel gaat nog automatisch. Toch zeer ruime koffer. Met deze BMW toch wel handig, omdat het natuurlijk een echte familiewagen is. En natuurlijk gaat het ook automatisch dicht. Andere leuke knop die hierop staat, is voor de vering te bedienen, de achtervering. Wat het makkelijker maakt voor de wagen in te laden, de koffer in te laden van achter. Zullen we zien of het werkt als ik erop duw. Dan moeten we normaal ook de achtervering lichtjes in zakken. Ja, tot wel 8 centimeter, 80 millimeter. Dus toch wel zeer handig. Om dan weer makkelijker de kofferruimte hier in te laden. En natuurlijk nu lager geplaatst is. Dus het bijna op de hoogte van mijn knie zelfs. Dus wel echt makkelijk voor zware dingen in de wagen zo te laden. Dan zal ik ook weer de koffer automatisch laten sluiten. Ja, hierop duwen. Zo. Ja, ik vind het persoonlijk een heel goed uitziende wagen. Zeker de gefacelifte achterlichten vind ik heel mooi. Tegenover de vorige generaties. Natuurlijk heeft hij de typische BMW X5 vorm. Hij heeft een heel mooie, zien we ook dat de wagen toch wel lager ligt. Toch wel een heel mooie facelift gehad, vind ik persoonlijk. Of een heel mooie nieuwe generatie zelfs. Want ik denk dat een volledige nieuwe generatie is deze X5. Ook de mooie LED koplampen van voren vind ik heel tof. En dan de laatste nieuwe grill van voren. De grote grill van BMW. Dat al heel cool uitziet. Dan zullen we ook eens een kijkje in het interieur nemen. Als we dan ook eens in het interieur gaan zien, zien we dat deze wagen om toch wel een beetje de zwarte buitenkanten complimenteren. Dat niet alles zwart is, het mooie cognacleren interieur wel heel mooi is. Een mooie sportstuurwiel en sportstuurwiel. Mooie cognacleren stoelen. Heel cool. Zal ik ook eens instappen voor jullie. Dus gaan we de deur dicht doen. Dan zien we, zoals ik al zei, het M sportstuurwiel. Met de iets dikkere zijkant. En de pedals natuurlijk langs het stuur. Of achter het stuur. Mooie M-aanduiding. De stuurwielverwarming. Voor je gsm op te nemen en het geluid te bedienen. De cruise control. Dan zien we erachter het volledige virtual cockpit. Wat heel handig is. Met de tijd, de kilometerstand, de warmte, ook de inhoud van de batterij en de tankinhoud. Dan ook een volledig metadisplay, heel groot handig metadisplay, dat je met deze knoppen dient. Waarvan media, hier staan de knoppen, media, home, map, als ik eens naar home ga. Zien we het homescherm, waar alle informatie langs de zijkant hebben. Ook een overzicht van de navigatie. En dan hebben we ook nog communicatie. Voor je contacten natuurlijk, voor je gsm te verbinden. Dan internet. Deze wagen heeft verschillende apps natuurlijk. Heel handig. Verschillende apps. Dan zien we de M-automatische versnellingsbak. Heel handig te bedienen met de pedal, de achteruit neutraal drive, de start-stopstand, dan de verschillende standen van de wagen, de sportstand, de hybride, elektrisch en adaptive.
Natuurlijk, sport is volledig op benzine. Hybride is half benzine en half elektrisch. Elektrisch is natuurlijk gans elektrisch. De wagen kan zo'n 80 kilometer doen elektrisch. Dan adaptive is denk ik ook iets tussen elektrisch en benzine in. Dat als je elektriciteit dat je toch kan overschakelen naar benzine als je meer gas geeft. Dan de verschillende standen van de wagen. Zoals ik juist al demonstreerde, kan de wagen omhoog en omlaag gaan. Ik zal hem misschien ook eens volledig omhoog zetten. Ook eens zien. Dan de knop zoals ik vertelde om de wagen te bedienen. Handige opbergruimte. Ook nog onder de armleuning handige opbergruimte. Dan de achterbank ook zeer ruim. Zal ik ook eens plaatsnemen en het mooie volledig panoramisch glazen dak. En dan, ik weet niet of jullie het zien, de puntjes in het dak. Dat zal ik ook nog laten zien. S'avonds als het donker is, dan heeft de wagen een mooie sterrenhemel. Een mooie ambient light package. Dat zal ik ook nog eens laten zien aan jullie. Ja, heel mooi. Strak interieur. Mooie afwerking van de knoppen en zo. Ook de mooie aluminium afwerking die bij het M-pakket hoort. Heel tof. Dan zullen we ook nog eens gaan achterin kijken. Toch ook zeker met 5 personen kan zitten. Zelfs ook de stoelverwarming van achter heeft. Handige oplaadpoort zelfs van achter. Heel handig. Zeker ruimte genoeg. Ik ben 1,80 meter. En ik heb zeker nog zo'n ruimte over. Dus kan ook voor grote mensen zeker nog. Zo het beeld eens draaien, dat jullie me ook zien. Zullen jullie ook dat ik zeker nog hoofdruimte genoeg heb. Echt een ruime gezinswagen natuurlijk. Deze BMW X5 M. Ja, iedereen. Zo is de testrit gaan doen. Deze mooie BMW X5 M hybride. De voet op de rem. Start, stop. Dan zien we het stuur beweegt automatisch naar hoe jij het geplaatst hebt. Wat heel handig is. Dan de knop. Drive. En remmer los. Zoals we zien, mijn benen zijn los. Deze wagen heeft een automatische hold. Wat heel handig is. Dat pas als je gas geeft of als je tot volledige stilstand komt, je pas eerst terug gas moet geven voor de wagen terug begint te rijden. Je hoeft niet per se de rem blijven inhouden. De wagen doet automatisch als je volledig tot stilstand komt de auto stilhouden. Wel heel handig. Dus als ik nu een beetje gas geef, dan begint de wagen te rijden natuurlijk. En ja, zoals jullie zien ben ik hier ergens in de wei aan het rijden. Zonder is gegauw over het gras rijden, een beetje te voelen van de off-road capabilities van deze X5. En ja, ook al echt fijn om weer over de wei te rijden. Blijft natuurlijk een echte Jeep. Dus ja, dat moeten we natuurlijk ook uittesten. Ja, wel tof. Oh, het snijgt heel goed. Ja, iedereen. Je zit ook eens gewoon op de weg te rijden. Momenteel zit ik in zijn hybride stand te rijden. Dat je automatisch zelf kiest of ik tussen elektrisch of tussen benzine rijd. De wagen kan natuurlijk een 80 kilometer volledig elektrisch rijden. Wat ook wel ja, heel handig is, zeker in deze tijden, dat we toch wel aan de emissies moeten denken. Dan zal ik hem eens in de electric mode zetten. Volledig elektrisch rijden. Kan tot 135 km per uur volledig elektrisch rijden. Dan zal je automatisch overschakelen op benzine. En je kan, ja, gelijk ik zie, zo'n 80 km rijden. Met deze X5 M volledig elektrisch. Het zal er natuurlijk ook van afhangen hoe snel je rijdt en zo. Ja, wel een echte comfortabel wagen om mee te cruisen. Heel fijn. En ja, tegenwoordig hoort het ook wel dat we naar de emissies moeten kijken. Dat je tussen de
benzine en tussen de hybriden moet switchen. Maar het toffe dan aan deze wagen vind ik vooral, bij de eerste generatie van X5 hybride hadden ze de viercilindermotor genomen met het batterijpakket dan. En ja, dan had je natuurlijk totaal geen geluid. Maar bij de tweede generatie, bij deze, bij de E45, voorgenoemde de E40, bij de E45 hebben ze ervoor gekozen om de 6-cilinderlijn, de 3 liter 6-cilinderlijnmotor, bij de batterijpakket te leggen. Maar natuurlijk de wagen wel een heel mooi geluidje geeft. Toch een echte BMW-geluidje zo'n beetje geeft. Wel echt, ja, toch een mooi benzinegeluidje. Ik zal hem eens in sport zetten. Ik wil het ook eens horen. En dan horen jullie het ook. Mooie brom benzinegeluidje. Als je mijn sport hebt staan natuurlijk, is het volledig benzine. Ja, de wagen heeft 400 pk, dus ja, hij is zeker heel, heel vlot. Ik denk niet dat je nog veel sneller zou moeten gaan zelfs. Echt een wagen waar je ook eens mee kan doorrijden, comfortabel mee kan rijden. Het hele gezin in kan meenemen, eigenlijk een wagen die alles tegelijk doet. Wat wel echt heel praktisch is. Daarom dacht ik, het is ook wel eens leuk om een meer normalere wagen op het kanaal te laten zien. Natuurlijk is dit ook echt al een droomwagen voor veel mensen. Maar dit is natuurlijk een wagen waar je echt mee zou rijden. Natuurlijk, we dromen allemaal wel van een Lamborghini en een Porsche. Maar ja, de meesten zouden er niet eens veel mee rijden. Daarom is zo'n BMW X5 als deze met een leuke M-pakket. En dan de zwaarste motoruitvoering. Met 400 pk toch ook al echt een sportwagen. Luxe wagen, een speciale wagen. Die ook niet dagelijks tegenkomt. Of ja, je ziet ze wel meer, maar toch in deze volledig mooie uitrusting en dan zo de cool gans zwarte. Echt heel cool. Hier is het rustig. Nog een beetje gas geven. Oei, daar komt al een tegenligger. Wat heel tof is als je smallere wegjes hebt. Natuurlijk is het een offroad, dus als je dan eens van de weg af moet, is het natuurlijk geen ramp. Heel comfortabel. Met alle laatste nieuwe technologieën, zoals de afstand houden van de voorganger. Eigenlijk kan je er al bijna volledig automatisch mee rijden. De wagen eigenlijk volledig van zijn eigen al zou rijden. Natuurlijk is hier in Europa nog niet mogelijk. Of ze laten wetgeving het nog niet toe. Maar de wagen zou het in principe toch al kunnen eigenlijk. Dat hij al de laatste nieuwe technologieën heeft van afstand houden van de voorligger. En nog andere, zoals de vering vond ik wel heel handig, de automatisch verstelbare vering. Ook wel zeer fijn is. Terugdraaien. We kunnen ook direct de draaicirkel eens uittesten. En amai, dat had ik echt al niet gedacht eerlijk gezegd. Ik ben hier gewoon op één rondpunt of op één kruispunt rondgedraaid. Ik dacht, ik zou wel eens moeten draaien, maar het reed heel goed. Ja, natuurlijk, ik ben nog niet zo'n auto als deze gewoon, maar ja, je hebt het mooie overzicht bij de wagen. Je hebt, het is comfortabel, je voelt de weg niet zo hard. Ondanks dat deze wagen ook de sportophanging heeft toch, van de BMW M. Dat zit allemaal bij het BMW M pakket, zoals het stuurwiel, de uitlaten, de vering en zo, de dingen. Dat het toch per se niet zo heel hard voelt, de wagen. Toch de sportievere vering heeft als standaard BMW. En natuurlijk ook een virtual cockpit, wat wel heel handig is. En ook weer de overzicht zo. Ook de snelheid die je in het voorraam kan aflezen. Allemaal de laatste nieuwe technologieën gewoon. Wel heel fijn is. Heel handig is. En ja, ik ben zelf eigenlijk ook wel echt een X5-fan. Ik vind ze ook een van de beter uitziende Jeepen uitzien. Het stuur is ook heel goed. Natuurlijk omdat je nu in de sportstand staat, denk ik. Dat je ook al heel strak stuurt.
beetje gas geven. Zien jullie ook dat de wagen zeker goed vooruit gaat. Okay. Bij waar we juist waren. Ja, als je gas geeft, dan gaat hij toch zeker in toeren. Ook de remmen zijn heel goed. De wagen weegt toch 2,6 ton, dus. De 0.100 tijd is 5,3 seconden. Dus voor een wagen die 2,6 ton weegt, is het wel heel snel, vind ik. Echt al zo snel als een sportwagen. 2,6 ton. En dan een 5,3 seconden. De top is gelimiteerd op 235 natuurlijk. Dat doen ze meestal wel bij de productiewagens. Bij de meer luxere wagens, de topsnelheid. Een beetje limiteren natuurlijk. Die overdreven snelheid met de wagen. Deze wagen. Wel echt een wagen die alles tegelijk doet. Kan er eens mee doorgeven. Kan er eens versnellen mee door een bochtje als je wilt, als je in sport bent. Zoals ik nu ben. Maar je kan hem natuurlijk ook in hybride zetten. Een beetje meer mee cruisen. De kinderen achterin. Ruimte genoeg. Je hond past in de koffer. Tassen passen er allemaal in. Heel handig. Mooi afgewerkt allemaal, vind ik. Doen ze heel goed, vind ik, tegenwoordig bij BMW. Niet te veel knoppen, niet te veel informatie overal op het stuur. Maar een paar, hier een paar. En de rest allemaal in het media display. Mooie afwerking ook, vind ik, van de lijsten. En zeker de mooie bruine kleur van de stoelen vind ik wel echt heel mooi. Zou ik zelf persoonlijk ook echt voor gaan. Ja, de totale combinatie van deze wagen vind ik wel heel mooi. Het gaan zwarte zo. En natuurlijk een M-pakket hoort erbij. En dan mooi bruin interieur. Zou ik graag heel erg de eigenaar willen bedanken voor het mogelijk te maken. Voor mensen kans geven ook om deze wagen met jullie te delen. En ja, doe zeker een duimpje omhoog als je ook een fan bent van deze BMW X5M bent. En ja, er gaan nog verschillende testritten en verschillende autovideo's in de toekomst komen, jongens. Dus doe zeker abonneren op het kanaal. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!